De zonde wedstrijd op de Lemmer. En Elsen hier wie al lang bleef dat er zield worden koer, want de wieverwachting weer net zo geweldig. Maar dat weer een nieuwer begin, want er ontsteert al een keer verwarring. De wordt wel start, maar er zijn in elk geval twee skippen die het waarom kennen. Het is Ljouwert wat draait, maar het is ik Jenne Woord. Maar er is nog een skip wat eens waarom mat. En dat zou dan Snits wijzen matten. Maar Snits had neer van naam. En die zielt gewoon terug. En dan is de organisatie druk dwaande aan boord van het startskip. En dan komen ze er heel let achter dat er misschien nog wel een skip vals starten is. En dat betekent een algehele valse start. En dan zeit de hele moeder, onder invoering van Jitse Mink, wij protesteren deze keer in de commissie. De route is deze keer een treihoeksbaan. Een lang kruisrak en dan een vladderwinsrak op naar het stroon. Nog een heel winsrak naar onderen en dan op een naar boppen. En dat betekent dat er vochten worden in die kruisrakken met dat bietje wien wat er wie. En dat leveren een hele aardige strijd op. De skippen mochten de broekmaatje van de Vargul vlak langs de dijk. Maar ja, het skip keert terug de wal en dan maak je er terug heen. En dan maar zal ik je mee. En we zorgen dat het scootje van Walsijn een monsterachtig goede start had. Want het is Ipe van der Meulen die het als allereerste om die bobbers te tonnen draait. Een heel goed begin. Hij weer de eerste starter ook al knap bij. Maar de tweede is vanzelfs volle wichtiger. En vlak achter hem, daar zoeken we Pieter Meter van het Bolzeter scootje. En ik die liet zien dat hij mij dit lichte waar heel goed voorin zielen kan. Al die hij dat op Ele Huizen een stuk minder. En daar weer boppen komt de Jouwer aan. En de Jouwer had gong om die tonnen. En dat betekent dat Dirk-Jan Rijinga gewoon oer Pieter Meter hinnen zielt. Een toekenslag, hij komt justjes beter uit. En kroept naar het tweede plakje in het wedstrijdklassement van deze dag. Ja, het kwam ook wel eens wat minder uit bij de tonnen. Hier zagen we de hele mannen. Met een tutsje, met drachten. Maar dat zal ik goed beteren. En wat docht eigenlijk koprenner de Snitser Ponne? Die maakt in het begin toch een beetje in de wachtkamer. Zij zitten wel in het vlaste deel van die vloot. Maar helemaal super rent het nog net. Ze moeten voor eerst genoegen nemen met een zesde plak. En dat is altijd nog een stuk beter als Jereveen. Want Jereveen die komt als tolfde om die eerste boppers te tonnen. En die maakt nog eens een keer tasien dat ze achterin die vloot drieuwen. Ja, dat is ook even wennen. Meestal lezen er een eind voor, maar dan is het vaak een hele hoge windkracht. Een groot verschil bij Pieter Brouwer. En dan kunnen we toch stadig gewoon een volgwader ontdekken. En dan zorgen we dat achterin de ton nog rond worden mat, wil ze wel zijn. En ik de Jouwer heel goed dwaande binnen, voorin die vloot. Ipe van der Meulen, ja, hij wacht het vanzelfs op een succesje. Ze had een soort sleutel aan het skip, zelfs onder de restdagen nog. En het wachtzien is dat het er eindelijk eens een keer uitkomt. En dat zocht er hier dus goed uit. Snits, die zit nog altijd om dat zesde plakje heen. Dat is misschien net super, maar als je naar de concurrentie is het wel heel goed. Want zes plakken achter hem zit zijn grote concurrent. En die had het dreig achterin. Want die wordt daar echt nog passeerd, toch het scootje van Drachten. Een trekje in de plak van Pieter Meter. Maar voorin een heel kreers eerste plak van Ipe van der Meulen. Maar kinder dat horen. Pieter Brouwer, ja, het zweet op eigen. Hij had het zwier zulke dagen. En hij maakt tasien dat de concurrentie echt bij hem wij rent. De Jouwer, vlak achter wat zijn. De wind die flauwt, oh, het wordt dreiger om te zielen. Kennen ze dat gatje vast horen? Er wordt knokt. En neem maar aan dat het zelfs met dit lichte waar heel hut werken is op die scootjes. Je maakt de hele oren dingen doen, maar vooral die concentratie. Die is heel moeilijk om dat een peer oren achter maar vol te horen. Maar wat zijn slagen er echt de tweede en de derde route in? De Jouwer bloedt er wolf vlak achter zitten. Maar kinder krijgt net oer heen komen. En wat toch grauw.
Grauw die kroept naar voren ta. Die siert op het vijfde plak. Achter de Zuidwesthoeken, want die hier een heel sterk begin van de wedstrijd. Maar deze skipper, die kroept daar gewoon naar voren. Douwe Visser van Grauw. Maar die had hier de pech dat hij twee scootjes treft die nog in het kruisrak zitten. Wilst hij zelfs in het Vlaardewienserrak zit. En dat skip, de Vlaardewien shield, maakt rond die aan om de skippen onder de wien. De lemmer maakt om voor de hele mannen. Want de hele mannen leidt op bakboord. En Grauw maakt er omheen draaien. Ja, dat kost het die, dat kost het rondte. En dat jouw snits de gelegenheid om op te scoren. Nee, het vijfde plak. En daarachter is het drama nog grutter voor het Jereveen. Want zij komen heel verkeerd uit bij die bovenste tonnen. Oers Tjurbert matte twee skippen voor Rangjaan. En zak je dus helemaal naar die achterlijn. Een trekje in de positie. Het klinkt onwerkelijk. De mensen leeuwen het haast net, maar het gebeurt echt. Het skip wat de eerste weken op kampioenskoers leidt, die krijgt hier een ongenadige tik. Maar wat zijn? En de Jouwer en Ek Bolzert. Die vjocht je hier om de dijtitel, hier op de Lemmer. En dat gevjocht is nog lang net aan. De Wien is toch, ja, wispelturig. Hij rommelt dus wat, hij krimpt dus wat, hij zakt dus wat bij. Maar er is krek genoeg om terug te zielen. En in het allerlaatste kruisrak nog altijd wat zijn. Nog altijd Ipe van der Meulen. En een soort skippers gunnen het hem van harte. Maar goed, je maakt het wel even wie meidje, ek die laatste route. En daar zien we dat Bolzert nog een plakje op scoot. Die pakt de Jouwer in dat laatste kruisrak, scoot naar het tweede plak. Maar dit is de winnaar. Ipe van der Meulen, mij wat zijn. Wat een blijdschap daar op het scootje van Wadzijn. Zij winnen Joert op Lemmer de wedstrijd. Volgetrog Bolzert, De Jouwer, Snits, de Zuidwesthoeken, Jennewaard, Grauw, Huzem, Drachten, Langwaar, De Lemmer, Jitsemink, Wennet, Gelukkig, De Hele Mannen en het Jereveen. Ai. Zij binnen tretjende en Ljouwert, ja, die binnen nog wat spietiger Joert. Zij waren laatste. Dan breng ik je bij het algemeen klassement. Nou, het bleef ongemeen spannend. Snits bovenom met 13,8 punten. Volgen terug het Jereveen. Pieter Brouwer had 15,7 punten bij elkaar sprokkelen. Of tenminste, zijn meer mogelijk natuurlijk. Bolzert, Tredde, Wadzijn, Jennewaard, Grauw, De Hele Mannen, De Lemmer, De Jouwer, Ljouwert, Langwaar, Drachten, De Zuidwesthoeken en als alderlaatste stiet er dochs weer het scootje van Lodewijk Meter Huzem.